Wat is jouw missie op deze South by Southwest? Nou, het is voor de vierde keer en ik kom hier eigenlijk altijd een beetje proeven wat dingen zijn die hot gaan worden of die een beetje gaan landen, zeg maar. Dingen die je zelf al misschien in de gaten hebt, maar die zie je hier pas echt eigenlijk tractie krijgen vaak. Dus dat is altijd een goede graadmeter en dan kun je weer een jaartje op voortbouwen. Maar je bent hier ook onderdeel van het programma, dus het lijkt me een heel bescheiden uitleg van wat je hier komt doen. Je hebt zo direct vanmiddag heb je hier een sessie. Dat is waar. Maar dat is, ja, dat klopt. Ik heb om 4:30 hier vanmiddag en maandag een sessie over adaptive interactions en internet of touch, zoals dat zo mooi heet. Dus heel erg het haptische interfaces en dergelijke. Internet of things, dat soort dingen. Leg even uit. Geef even een voorbeeld. Wat is haptisch? Nou ja, op zich heel simpel. Het is natuurlijk gewoon de trillfunctie in je smartwatch die erbij is gekomen en waar je ziet dat er heel veel ontwikkeling in zit. De Pebble deed dat best al aardig, maar de iPhone of de iWatch heeft natuurlijk een veel subtielere vorm daarvan. En je zult zien dat veel meer onderdeel gaat worden om interacties te versterken, om mensen beter te laten ervaren hoe een dienst werkt en wat hij doet. Jij werkt bij Info.nl en voor dat bedrijf onderzoek jij met een aantal mensen dit soort dingen, de mogelijkheden ervan. Je moet goedgekeurd worden door South by Southwest om hier zo'n panel te organiseren. Wat maakt jullie goed? Ik denk dat het onderwerp, en dat merk ik ook wel als ik alle praatjes zie, heel erg past bij een trend naar dialoog, conversaties, naar het Internet of Things is natuurlijk heel hot. En dit is een hele, merk ik al het hele jaar eigenlijk, een hele praktische invulling van dat Internet of Things. Dus ik denk dat het daarmee heel goed aansluit bij wat er leeft nu in deze wereld. Ja. En qua bedrijf, willen jullie hier nog iets uithalen uit deze sessie? Het is vooral dat je, het geeft natuurlijk een PR-waarde. Ik weet niet of er nou heel duidelijke, directe relaties uit zullen komen. Dat vraag ik me af. Je zit toch ver weg in Nederland. Maar het is sowieso goed om het te gebruiken om jezelf weer even goed neer te zetten, denk ik. Ja. En wanneer is deze South by Southwest voor jou geslaagd? Nou, natuurlijk straks over 2 uur, als ik 3 uur, als de workshop voorbij is. En ik heb een echt goed gevoel erbij. Maar ik heb ook een aantal goede dingen gezien al. En een goed gevoel dat ik op de goede dingen mee bezig ben. Dus het is al behoorlijk geslaagd. Hey, jij bent een ervaren South by Southwest ganger. Mm-hmm. Als er één trend is die je moet noemen die hier op jouw vakgebied een rol speelt, welke is dat dan? Nou, het is nu dit jaar, en dat was vorig jaar al een beetje met artificial intelligence en dat soort dingen, maar de conversatie interface, dialogue, de conversational UI, zoals het mooi heet, die begint nu echt overal in te komen. En dat zie je heel veel terug. De slimheid, robots, dat soort dingen, die onderdeel worden. En een stapje verder is dat Internet of Things hardware echt als een soort platform gaat werken, dat er allemaal nieuwe dingen op ontwikkelt. Dat zie ik nog niet helemaal gebeuren hier, maar dat zal misschien volgend jaar dan weer terugkomen. Als jij aan mensen moet uitleggen waarom South by Southwest een waardevol festival is om naartoe te gaan, wat zeg je dan? Het is gewoon een hele lekkere week in een bubbel zitten, alles oppikken, alles meekrijgen. En als je een beetje goed verdiept in het programma en bepaalde keuzes maakt, thema's kiest, dan kun je er heel veel uithalen. En natuurlijk nog heel veel mensen een leuke en vaak heel lekker weer als je geluk hebt. Want je hebt het weer naar je zin? Ik heb het heel erg naar mijn zin, ja, zeker weten. Ja, ja. Dankjewel.